Lekker genieten. Ja, baby door een bastard spelen. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer dinsdag. We leven op de 9e, klopt dat? 9? Nee, 21ste alweer. Ik kijk niet goed. Ah ja, het is op zijn Engels. De 21ste. En we leven om 19 minuten over 1. Ik ga zo met de dames uit. Francis is boven nog met het een en het ander bezig. En ja, vandaag Prinsjesdag en de troonreden en alles. Dus ja, wat daar weer uit gaat komen, ik weet het niet. En het interesseert me ook niet. Ik heb het wel aan. Ja, ik was even nieuwsgierig ook naar Maxima, want die had haar hand gebroken, maar daar zie je niks van. Nee. Maar oké, misschien dat het ook alweer uit het gips is. Ja, want ik zie er zo zitten dat ze geen gips om. Dus ja. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen geniet van de dag, want het is vreemd weer. Het is bewolkt, maar het is ook zonnig. Dus ja, laten we hopen dat de zon er verder doorheen breekt. Althans, hier in Den Helder, hè. Maar ja, geniet gewoon van je dag. Gaan wij ook doen. En geniet gewoon met ons mee. Ja, ik zal het denk ik ook weer Francis op Flittown moeten nemen. Maar dat zien we dan wel weer. Maar dat komt allemaal goed. Ja hoor, het komt allemaal goed. Ik moet eventjes naar de andere kant van Den Helder. Naar Nieuw Den Helder, zo heet die wijk. Je hebt de Schoten, je hebt het Tuindorp. Ga zo maar door, weet je. Nou, en dan moet ik naar Nieuw Den Helder. Daar hebben we een winkel, die heet de Lidl. Lidl, weet ik hoe je het uitspreekt, maakt niet uit. Maar daar moet ik even honden eten halen. Dat moet je later doen. En zelf toekijken. Ja. Misschien aan het schilderen. Maar ja, het is een eigen huis. Ja, dus ja, moet je zelf schilderen, hè. Maar oké, de meisjes die willen eruit. Ik kan nog even weer oppakken. Die moet naar de hal, want die loopt hier rond. En daarna gaan we lekker eventjes lopen. Wat gebeurt er nou? Oh, nee, niks. Maar oké, ik neem jullie gewoon gezellig erin mee. Lieve vrienden, zoals jullie zien, we zitten lekker aan de tafel en Francis heeft de koffie al op en ze heeft een bekertje water erbij. En ik heb mijn koffie hier staan. Dus ja, we gaan er straks lekker weer vandoor op de booster en ja, we zien wel waar het schip strandt of niet dan. Zeker weten. Komt allemaal goed, hè? Komt allemaal goed, we gaan weer... Lekker genieten. Ja, Beni door een bastard spelen, hè? Hoe is dat? Ja, want ja, de diertjes gaan ook voor, dus ik moet wel even honden eten halen, hè? Ja, dat doe ik altijd op tijd, laat me zeggen. Wanneer ik, die zak halverwege is, dan haal ik nieuw. Zo doe ik dat altijd. Maar is ze niet mooi opgemaakt? Ja, ja, echt wel. Ik een beetje meer, want zij doet het toch een beetje verkeerd. Als je een bril draagt, moet je brilmake-up doen. Dat ken jij nog niet. Brilmake-up. Maar dat komt wel. Wie weet leren we haar dat nog even erbij. Komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen. Maar ook zeker met wat wij met ons tweeën doen. Toch? Ik zou zeggen, geniet. Lieve vrienden, zoals jullie zien zijn we weer even op de Oude Rijkswerf aanbeland. En zoals jullie zien, het is ook weer laag water. Ja, ja. Hup, die plonst er wel weer in. Maar, kleine meid niet. Zet hem maar. Schilderen.
Lekker, hè? Hier. Hier blijven, hè? Ja, meer koetjes. En dan wou ze eventjes er eigen op wagen, maar dat gebeurt niet. Zorg maar dat Rijka weer het water in kan. Ja, volgens mij is dat iets voor een dood beest of zo. Nee. Ik weet niet. Ja, ik begrijp je. Ja, een dood beest. Een dood beest. Baba. Ja, wat heb je, hè? Kom. Kom maar. Kom dan. Waar zijn jullie? Kom maar, ga maar naar Helwing toe. Helwing. Ja, goed, zo hoort er ook bij. Hé, meis. Waar is Rijka nou weer? Die komt eraan. Oh, daar. Ja, en dan zie je hoe snel Rijka is, hè? Ja. Die is zo snel. Oh my god. Die is echt zo snel. Kom maar. Kom dan. Kom dan. Hup. Kijk eens. Lekkere meisje. Rijka heeft niet zoveel zin. De vorige keer ging ze wel, hoor. Dat hoeft ook niet altijd. Hé? Hé. Oh, god. Oh, god, oh, god, oh, god. Echt geweldig, dit. En ja, Daro. Die ramen daar. Even zien. Oh, nou wordt hij wazig. Die raampartij, daar branden ook lichtjes en dat is een heerlijk onvergetelijke restaurant. Ja, dat is heerlijk. Kan je ook pizza's bestellen. Ja, dan ging ik met mijn mannetje altijd te eten. Ja, en voordat corona uitbrak, hebben we daar ook nog, even zien, moet ik even vertellen, met 5 personen zitten te eten. Heerlijk. Maar ja, helaas. Toen kwam de corona. En toen stond ik op mijn riem. Ik zal mijn riem nog even korter maken. Lekker, hè? Ja, iedere keer gaan ze daaronder. Ja, dat kan Rijka goed. Ja, Rijka die kan eronder. Ja, Elwing ook wel, hoor. Ja, maar die moet eigenlijk iets inhouden dan. Ja. Lekker, meisjes. Koek, koek. Kom. Kom er dan. Dat koppie. En ze over alle twee. Ja. En ze kippen die gekke bokkensprongen maken ook, hè. Dan zeg ik ook wel, je bent geen bok.
En wat zijn dat voor balletjes? Er ligt een paarse. Oh, een tennisballetje. Geloof ik. Hé. Hey. Geen zin? Toch wel? Ja, nou doe maar. Pak hem dan. Rijka. Rijka. Pak de bal dan. Nou, pak de bal dan. Pak de bal dan. Nee, niet doen. Oh, de kleine ding, geweldig. Ja, oh, dat is glad namelijk, die troep. Die troep is zo glad. Jij bent laat met antwoorden, kanonnen. Ik ga ook naar Nieuw de Helder, ik ben op de Oude Rijkswerf. Ha! Mario. Nou, die kennen de kijkers ook al. Zo dan. Ja, en ik kan moeilijk zeggen, we kennen zo meteen als de honden. Die moet ik eerst afleveren voordat ik naar Marianne toe ga. Want zij heeft twee katten, die zijn geen honden gewend. Nee. En ik moet eerst zien dat die weer droog wordt. Neus. Waar ben je nou? Ha? Oh. Ze staat eindelijk ook eventjes erin. Ha. Ja, we lopen en drinken tegelijk. Kan dat? Ze viel zo achterover. Was ze niet op bedacht? Nee, ze viel zo achterover weer terug. Nou, dan komt de man zijn benen ook in beeld. Ik kan er ook niks aan doen. Ja, en juist zulke soort dingen, dat vind ik mooi, hè? Als je dat onverwachts gebeurt, hè. Kijk dan, kijk dan. Goed zo, mijn meisje. Goed zo, goed. Oh, heerlijk. Oh, geweldig. Oepsie, 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 oepsie. Dat helpt nog wel wat om je uit te schudden terwijl je in het water staat. Dat is ba. Dat is ba. Nee, Alwin. Los. Snuffelen hier, snuffelen daar. Hé? Kijk, als ik nou met de rollator was geweest, had ook Rijka kunnen lopen, weet je? Dan word ik ook nat, denk ik. Ja, ik wil ze wel bij mij hebben. Elwing, die loopt naast me, hè? Daar is eigenlijk geen probleem mee. Maar ja, dat komt wel goed. Ja.
Nee, ik bedoel Marijke bij mij loopt. Mm-hmm. En Marijke loopt niet, hè? Nee. Mm-hmm. Dat kan ze niet. Ze zit altijd op het vloertje. Misschien zou ze het wel kunnen, maar ik heb haar altijd op het vloertje. Wat vind je nou? Zilde-strandjutter. Hè? Zilde-strandjutter. Wat moet het wezen? Oh, balletje. Ja, je vindt zoveel troep langs de waterkant. Wat is, oh, die staat op stok. Die heeft een stok gevonden. Gaat goed? Hey, kleine meid. Lekker. Ze vindt het ook, ik weet niet wat, hè. Heeft het Rijke een roze dingetje? Wat het moet wezen, weet ik niet. Het is plastic. Hé? Hé. Ik weet niet wat het moet wezen. Zit een haakje aan? Ik weet het echt niet hoor. Ik weet het niet. Een blokje hout. Ze vinden van alles. Ja, dat is een roze. Daar zit een haakje. Ja. Ik zou het echt niet weten. Maar hoe mooi vind je het hier? Heerlijk toch? Het is heerlijk hier. En dan word je nog lekker gemaakt door al die geuren daar vandaan. Daar moet je immuun voor zijn. Ja, echt. Gaat goed? Hé? Stokje helemaal kapot maken, meisje. Ja. Geweldig, toch? We genieten ze gewoon. Ja, balletje weer gepakt. De eigen bal die is helemaal weggedreven, weet ik van waar naartoe. Het was een oranje met blauw. En die was nog duur ook. Hé? Ja. Maar maakt niet uit. Komt er zelf wel weer een nieuwe. Hé? Ik ga weer even een stukje omhoog. Daar de opstap van pont. Nee. Nee. Dat is de andere kant op. Dan kunnen we ook nog even die kant op als je het wilt. Oh nee, ik dacht dat dat een pont was. Nee, dat kan je hier vandaan, kan je er wel komen op een of andere. Ja, dan moet je die kant op. Wat heeft die nou weer? Is druk daar. Ai, 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 mal beestje. Die wordt ook gek. Ja, die dacht Alwin dus uit, maar ja. Ze heeft de bal ook weer laten losgelaten, dan gaat hij. Die, oh, die vrouwheid die er eentje heeft, jeetje. Nou, lieve vrienden, ik ruim weer op, want ik wil ook even zitten voordat we weer gaan. Kan die meisjes eventjes nog rennen? Hé, hey,
Dat gangetje. En ik hoor een helikopter door offshore. Ik weet het niet, ik zie hem niet eens niet door mijn camera heen, maar ja, doet het niet toe. Lieve vrienden, daar ligt er eentje die vindt er zelf zielig en moet je kijken hoe ze eruit ziet. Ja, slijm van het overgeven. Ja, de hele baard ziet er niet uit. Ze heeft een aantal keren overgegeven, maar ja, dat heet je wanneer je 's middags zeewater drinkt. Ja, vies peuk, ja. Jakkie jakkie ba ba ba. Ja. Maar oké, ja, er is er nog eentje, die ligt zelfs gewoonlijk daar. Dus geen kop te zien. Maar wel geluiden komen daar vandaan. Ja. Ik zal eens even kijken of dat lukken wil. Nou, dat is daar te donker. Maar er komen allemaal geluiden vandaan. Nou, is het heel zachtjes. Maar die hier ligt een beetje te janken. En dat komt door één ding. En dat is dat het volle maan is. Nou ja, ik denk dat jullie haar wel horen. Nou, dat moet duidelijk te horen zijn. Hé, vies bekkie. Nou, en daar zit onze Francis. Hi. Hallo. En ja, dat kan niet ontbreken natuurlijk. Onze Karin. Ja? Ja. Die zet ik daar weer even neer. En ik geloof dat ik ook een beetje ingezoomd heb. Zo dan. Gaat dat even niet. Zal ik zeker ruzie met de buurman? Oh nee. Zijn lieve buurman. Maar ja, hij kan wel horen misschien. Wat is er? Ah, ik moet lachen om mij alweer. Oh, ja. Ja. Oh, hij heeft zoveel te vertellen dan. Hij heeft zoveel te vertellen dan, Elwin. Hij heeft zoveel te vertellen. Kom dan, Elwin. Kom dan, meisje. Oeh. Ja, dat is lekker, hè? Aandacht krijgen is ook fijn, hè? Ja, echt wel. Ja, oh, ik moet maar even bij tante Francis kijken, hè? Waar is de? Ja, is zo erg. Is het zo erg, hè? Ik krijg een dikke kus. Wow. Kusje. Dankjewel. Oh, daar geniet ze van, hè. Aandacht krijgen.
En die is er ziekjes. Ai, ai, ai. Ik zal even met mijn handdoek jou even afvegen. Ik moet toch een schone handdoek. Nee, blijf maar zitten. Mag dat niet? Ik denk, ik maak je baard schoon. Hé. Hey. Mag ik je baard niet schoonmaken? Mag ik niet aan je komen? Nou, dan niet. Moet je die even hebben. Moet je die even zo bij je hebben, zo. Hé? Hey. Pak vrouwtje maar weer een schone handdoek, zo. Niet kapot maken, hè. Deze is niet om te verscheuren. Nee. Hé, kind toch. Hé, kind toch. Nou ja, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, wij, wat gaan wij doen? Afsluiten deze dag. Ja. Dus wij wensen jullie een welterusten. Slaap lekker. Met mooie dromen. En vergeet niet, morgen weer gezond uit je bed zien te komen. Dat is heel belangrijk.